Het is, ja, het spijt me, maar ik meen het oprecht. Ik ben nu al ongemakkelijk. Ja, dat ik hier zit met een, en dat ik denk, oh ja, jij moet, wil je wat drinken? Nee, ik zit hier met een water en een koffie en ja, dat voelt toch gek. Wil je voor de vorm een glas? Nee, voor mij is het helemaal niet nodig. Nee. Pas je vooral niet aan mijn levensstijl, laat ik het zo maar zeggen. Nee, maar het zegt al wel veel hoe natuurlijk het, ja, heel erg ingeburgerd is om dit te doen. Dit zal jij Ja. dagelijks merken dat mensen toch een beetje ongemakkelijk dan worden. Ja, klopt helemaal. Maar dat, ja, tegelijkertijd krijg je dan ook een leuke twinkeling van in je ogen die je eigenlijk sowieso Juist. wel hebt. Want voor de duidelijkheid, jij doet aan pranic living. Dat Hoe zou klopt. je in het Nederlands pranisch leven? Leven van vrije energie. Ja, precies. Ja. Ja, dat is precies. Dan vertaal je prana ook gelijk. Ja, heel mooi. En dat is, we gaan het er uitgebreid over hebben. Fascinerend. Maar eventjes gewoon even de definities. Er zijn ook mensen, en het ligt allemaal een beetje in dezelfde lijn, maar die doen aan sun gazing. Ja. Dus die eten ook niet, drinken ook niet. Toch? Die drinken ook niet? Of wel? Nou ja, die doen iets Meestal met. drinken ze nog wel wat. Oh, oké. Sungazing halen ze wel de energie uit zonlicht. Ja, oké. Je hebt breatharians. Ja. Die doen ademoefeningen om zuurstof binnen te krijgen en daar doen ze energie mee op. Ja. En En dan. maar dat, nou, ik zeg niet dat het helemaal niet is, maar toch is het wat anders. En dat is wel echt een beetje je eigen creatie. Ja en nee. Zeg, alles wat ik doe en de manier waarop ik leef en dat wat ik deel, is letterlijk doorgekomen. Ja, Dus dat bedoel je. Het is niet van het jou. is niet mijn Ja, zo. creatie, het is een Nee. creatie die door mij heen mag stromen Ja. en die ik mag delen met mensen die dat voelen. Ja. Maar nee, oké, ik snap het mooi dat je het zegt, maar voor gewoon, jij bent wel degene die die naam eraan gegeven heeft en dit doet. En daar zit natuurlijk ook weer een hele reis bij. Ja, ik begin eventjes, sorry hoor, met alle vragen waarvan je denkt, oh god, daar gaan we weer. Maar wat is nu de laatste keer dat je gegeten hebt? Dat was een. Ik kom net van Corfu. Ik heb 2 maanden op Corfu gezeten Oké, ja. om een boek te schrijven. Ja. En daar heb ik 1 keer een dalmades. Dat is een rolletje wijnbladen met wat rijst. Dat is iets typisch Grieks. En voor mij is het belangrijk dat ik als ik wat wil proeven, dat ik alleen proef, maar niet vul. Nee. Dus een lepel in een sausje is al genoeg voor mij om die smaakexplosie te hebben. Ja. Zonder eigenlijk de behoefte om te vullen of een hele maaltijd tot me te nemen. Maar dit kwam dan omdat je daar was een beetje op je pad. Oude herinnering. Ja. Oude herinnering. Ik had mijn nieuwe partner bij hem, die was er nog nooit geweest. Dus één restaurantje, die maakte hele goede dalmades. Dus wat ik nog uit het verleden weet, voordat ik Prennic ging. Ja. En dus je hebt meegenomen en we hebben één schaaltje besteld. Er zijn er 5 op en ik eentje. Zo, oh, En zo lekker. Zij leeft iets vrijer. Mijn partner die ook op prana leeft. ja, oké. Iets vrijer dan dat ik leef in verband met de dochter. En ja. En wat gebeurt er dan met je? Want dat is dan echt wel een eventje dus. Nee, maar ook voor je lijf, Hele, kan ik me ja, voorstellen. nee, absoluut. Absoluut. Dus hele kleine muishapjes. Ja, eigenlijk is gewoon de eerste hap voor mij het belangrijkste. Dat is de smaakexplosie. Ja. En daarna gaat eigenlijk het negatieve van voeding in werking. Oh. Direct voor minimaal 48 uur, vaak nog wel 36 uur, voel ik dat mijn hele lichaam daar direct op reageert. Dus mijn hartslag gaat weer omhoog, mijn bloeddruk gaat omhoog, stresslevel gaat omhoog, mijn mist komt terug, ontstaat een soort band om je hoofd die we altijd hebben. Onrust in mijn darmen en ja, dat gaat allemaal 36 uur door. Zelfs met één hapje reageert het lichaam direct. Dus als de eerste slok koffie, Ja. kan je dat ook opmerken, gelijk merken, wow, alles reageert erop. Ja. En dat is bij mij zelfs met een glas water. Ja. Nou ja, dat ik bedoel, als je normaliter dat niet neemt, ja, dan snap ik dat. Ja, het lichaam reageert heel extreem op alles wat je tot je neemt als je volledig leeg bent. Ja. En ik voel heel erg wat je bedoelt. En daarom vind ik het ook fascinerend om over te hebben, omdat we allemaal wel kennen, tenminste ik ken het heel erg ook weer voor deze aflevering. Normaliter eet ik liever ook niet. Maar dat is Snap dan ik. veel meer vanuit een ik wil sharp blijven Ja. en ja, hoe je het bent of verkeerd, als je eet, dan moet dat verwerkt worden en zo. Klopt. Maar ja, en ik snap dat dat misschien mijn aanname is, maar toch ook wel zoals ik die in de biologieboeken heb gelezen of geleerd, zo van ja. Op een gegeven moment moet je toch eten.
Dat zou je zeggen. Dat heb ik ook gehad, laat ik het zo zeggen, tot mijn 50ste. Ja. En zeg, het moment dat ik hoorde van Pranic Living, dat werk tot mij kwam, begon met iemand die zei, ik heb een dame in huis die al 16 jaar niet heeft gegeten en gedronken. En na mijn zoektocht van 13 jaar naar hoe kan ik in deze eigenlijk optimale staat blijven zonder af te vallen. Hè? Ik heb heel veel diëten geprobeerd. Ik heb allerlei trajecten bewandeld, 13 jaar lang. Waarbij ik merkte dat hoe minder ik at, hoe helderder en puurder het lichaam werd. En toch bleef ik afvallen. Dus ik kon dat een jaar volhouden. 20 kilo afgevallen en dan moest ik weer normaal gaan eten. En dan kwam ik weer aan en dan deed ik weer een dieet op minimalisme. Dus van vegan, vegetarisch, vegan, ja, watervaste, fruitarian, ja, liquidarian, alles geprobeerd. En uiteindelijk merkte ik van, weet je, er is geen dieet of geen levensvorm die ik kende die me dit kan geven en stabiliseren qua gewicht en eigenlijk minimalistisch eten. Nee. En toen hoorde je hiervan en toen dacht je gelijk... Bij mij ging alles aan. Ja. Bij mij voelde ik ja, eigenlijk het moment dat ik het hoorde, reageerde mijn hele lichaam erop. Kon alleen maar huilen, kon alleen maar shaken, voelde mezelf vibreren. En dat was voor mij... Ja. Nou, ik heb dit niet zo extreem zoals jij het nu zegt. Maar ik denk dat ik echt niet de enige ben, dat het natuurlijk wel iets raakt. Dat je gewoon denkt, ja, maar dat is ook... Denk ik dan, omdat we gewoon op een redelijk verkrekte wereld leven als het gaat over eten en drinken en hoe dat allemaal over de top gegaan is. Dus om dat ineens niet te doen, ja, goud natuurlijk. Ja. Nou weet je, voor mij wat het raakt, is de herinnering die in iedereen zit. Je allereerste stamcel na de verwekking. Dus je hebt de eicel, de zaadcel, die komen samen. Dan staat de stamcel, die zweeft in de baarmoeder. Ja. Die is nergens aan verbonden, die leeft van energie. Dat is jouw eerste primaire herinnering, die zit in iedereen. Dus jouw default staat van zijn, als je de conditionering over eten weghaalt, is Pranic Living. Maar ik zit hier toevallig net middenin, want mijn vrouw is zwanger. Ja, nee, maar ja, dan denk ik ook, ja, navelstreng, ja, ja. Die wordt... Het is nog voor de navelstreng. Ja, dit is wat jij... Ja. Je zweeft nog door die baarmoeder. Oké, dus natuurlijk ergens... is er een moment geweest dat. Maar ja, je kan ook denken naar hoe natuurlijk het is wat jij predikt, even met een groot woord. Ja. Ja, zo is het niet bedoeld, want er zit een foetus nu bij Floor erin en die krijgt goed eten als het goed is met een navelstrengetje allemaal. Ja. Dus dat is, dan hoort het toch ook wel zo? Ja, nou dat zou je zeggen, als je Akai en Camilla kent, dat zijn twee pranic teachers in Zuid-Amerika. Die hebben twee kinderen gehad, die hebben borstvoeding gehad. Zij at en dronk niet op het moment dat ze zwanger was. Hebben anderhalf jaar borstvoeding gehad, maximaal. Zijn uit zichzelf ademoefeningen mee gaan doen, omdat de ouders dat hebben gedaan. En die hebben tot hun, ik geloof tot hun 10e of 12e, pranic geleefd, zonder eten, zonder drinken. Pranic opgegroeid. Dus dat lichaam heeft, kijk, het lichaam blijft het lichaam. Hè? Als ik nu ga eten en drinken, functioneert alles nog. Dus alle organen werken nog, alle bacteriën of bacteriën, alles wat in je darmen zit om te verteren, dat blijft erin zitten. Alleen je metabolisme is eigenlijk nul. Maar kijk, ik krijg Floor hier nooit in mee, maar ik sta zelf wel open voor een experiment. Je weet nooit, hè? Nee, je weet nooit. Want jij zou het aanraden. Zou je borstvoeding nog wel aanraden of zou je dat dan niet? Dat is nog een onderdeel van het lichaam. Ja, oké. Okay. Ja. En daarna... Dat staat buiten de conditionering. Ja, oké. Okay. En daarna is alles wat wij gaan geven conditionering. En daarmee vullen we de cel... En scheppen we of creëren we een afhankelijkheid. Juist. Maar dan, er zitten toch ook allemaal dingen. Zijn er gemaakte tanden die kunnen kauwen, darmen die kunnen verwerken? Ja. Dat is ook zonde dan. Maar de pinguïn heeft ook nog steeds vleugels. Ja. En die zwemt ook. Weet je, evolutie heeft miljoenen jaren nodig voordat... Maar voor een pinguïn vind ik het gewoon zielig, denk ik. God, man. Die wil gewoon eigenlijk vliegen. Ja, maar degene die van prana leeft, die gaat ook nog steeds naar de tandarts. Ja. Om het te laten controleren of een tandsteen weghalen. Dus in wezen heb je eigenlijk ook alleen nog maar last van datgene wat er nog in zit.
Oké, we gaan hierop door, maar ik wil eigenlijk gelijk, want ik had me nog zo voorgenomen om het niet alleen maar over dat niet eten en drinken te hebben. Nou ja, dat bedoel ik juist vanuit een veel breder verhaal wat mij ook heel erg raakt. Dat, ja, ik weet niet of ik je dat kan vragen om uit te leggen, maar Pranic Living is wel meer dan alleen niet eten en drinken. Ja, helemaal. Ja, en dat, dus, maar ja, is dat uit te leggen? Kan je ons een beetje een tipje geven van jouw leven? Pranic Living is niet stoppen met eten en drinken. Pranic Living is je lichaam onafhankelijk maken van de conditionering van voeding. Dus je hebt het niet nodig. En je kan daardoor zelf bepalen of en wanneer je in welke vorm wil eten dan wel drinken. En het moment dat je van prana gaat leven, waar een heel proces aan vooraf gaat. En je gaat het lichaam trainen. Dus je gaat naar 1 dag, 2 dagen, 3 dagen, 3 dagen achter elkaar. En zo bouw je het op. Kom je uiteindelijk in een staat van zijn, waarin je merkt van, wil ik er nog voeding in stoppen met al die negatieve effecten? En dan wetende dat het moment dat je eet, dat 3 dagen een negatief effect heeft in het lichaam, of op het lichaam, op jouw staat van zijn, moet je afvragen, hoe frequent wil je dan eten? Mensen die kiezen voor bijvoorbeeld maandag tot en met vrijdag niks en het weekend eten en drinken, die hebben maandag, dinsdag, woensdag nog steeds eigenlijk een klote gevoel. Ja. En dan donderdag wordt het beter, vrijdag voel je je top en zaterdag ga je weer eten. Ik zeg, doe dat nou gewoon niet. Blijf gewoon 10, 15 dagen op prana leven. En als je ergens voelt, joh, het is 30 graden, lekker terrasje, mijn vrienden zitten er, ik sluit aan en ik neem een pilsje of een kop koffie of iets anders, dan is dat een momentje. Ja. En dan heb je daar alsnog 3 dagen last van, maar dan heb je toch al. Daarna heb je 10 dagen dat je er profijt van hebt. En hoe vaker je dat al die voordelen ervaart. Dus die helderheid, die superhoge energie, niet meer hoeven te slapen, niet meer dromen. Een superstil lichaam, een superstil ego. Als je dat allemaal ervaart, is de vraag, waarom wil je dan nog eten? Ja. Wil je dan nog eten? Nou ja. Kijk, een hoop dingen waarvan ik denk, en dit is, ik heb, dat vind ik echt fijn, ik heb jouw boek alvast mogen lezen, een soort sneak preview zeg maar, en ik vind het een fantastisch boek nu al. En dan begin jij ook met, en dat is dus letterlijk wat er nu ook weer bij mij gebeurt, dat dit niet met je mind te begrijpen is. Nee. En dat je dus echt in opstand komt, in weerstand. Ja. En gewoon denkt, ja, en dat heb ik nu weer. Ja. Dat is heel logisch, hè, wat je nu zegt. Want het geldt voor iedereen die niet op prana leeft. Zoals je hier nu zit, is je leven gestaffeld of ontwikkeld op je verleden, op alles wat je hebt meegemaakt. Dat zit in je cellen. Elke herinnering, zelfs die boze buurman die naast je heeft gewoond, die wat tegen je heeft gezegd, dat zit in je water, of je nou hebt gehoord of niet. En wij zijn water voor ze. En wij zijn voor 65 tot 85% water. Dat, je water is gewoon geconditioneerd. Ja. Maar dat is toch ook prima? En dat is oké. Okay, ja. Maar het bepaalt wel dat je geen vrijheid hebt. Want ja, wat gebeurt er? Giel, wat gebeurt er? 24-7 worden oude herinneringen aangesproken. Daar komt een emotie op, positief of negatief. Ik wil niet alles een trauma noemen. Nee, maar ja, daar ontstaat de gedachte op en dan komen we in actie. Waar is dan de vrijheid? Moet je voorstellen dat dat verleden wordt weggehaald. Dat verleden uit je cellen komt. En dat ego eigenlijk ingezet mag worden op het moment dat jij het wil. Dat jij kan bepalen, wil ik hiermee, hey, dat voelt natuurlijk hiermee leven gek, of niet? Wil ik dit wel of wil ik dit niet? Maar als het gaat over zo'n celgeheugen, dan denk ik, ja, ik krijg ineens een beetje het beeld van wat jij schetst, van een lege fabriek die niet werkt, zeg maar. Dat je denkt, ja, we zijn een fabriek, dus laat die schoorsteen roken, laat het smerig worden, af en toe maak je het weer even schoon. Maar wij zijn mensen en wij zijn de optelsom, precies wat je zegt van, och, dit was vreselijk, dit was mooi en dus vind ik dit en krijg ik dat gevoel. Het voelt ook een beetje aan, of je er dan daar nu aan onttrekt. Nee, voor mij juist niet. Ik ben meer gaan genieten van het leven. En meer vrijheid gaan ervaren op het moment dat ik Pranic ging. Ja. Volledig. Het duurt een jaar. Dus een jaar heb je nodig om al die cellen 12 maanden, ja, ja, ja. Minimaal. En dan ga je steeds meer ruimte ervaren, steeds meer leegte ervaren, steeds meer ego-controle.
Ja, egoloos bestaat voor mij niet, maar wel egocontrole. Ja. Dus triggers kunnen altijd voorbij komen, alleen het lichaam reageert er niet meer op. En de mind reageert er niet meer op. Maar heb jij dat dan nu nog steeds dat je denkt, oh, dit komt eigenlijk nou ja, bijna letterlijk uit een vorig leven toen ik gewoon nog Wim was. En daarom kijk ik nu om, omdat ik die vrouw zie met een kort rokje. Of nee, ja, weet ik veel, gewoon hele menselijke shit. Ik kon even niks beters bedenken dan dit, sorry. Ja. Maar. Nee, laat ik het zo zeggen. Mijn reactie komt niet meer voort uit mijn lichaam. Mijn reactie komt voort uit... Kijk, we slaan hier in ons brein dingen op. Ja. En hetzelfde, het is maar 10%. Ja. Alles zit in het lichaam, toch? Alles eigenlijk? Zit in het lichaam. Ja, ja, ja. Slechts 10% zit hier. Ja. Nee, oké, maar daar zeg je dus, het eigenlijk dus die al. Herinnering, daar kan ik nog steeds naartoe. Ja. Terwijl... Maar je lichaam... Maar hoe is jouw... Want kijk, ergens, we kennen allemaal de uitdrukking... je lichaam is je tempel. Mm-hmm. Nou, jij zorgt er echt slecht voor. Ik denk dat ik er beter voor zorg dan iemand die eet. Ja. Op prana voedt het lichaam in zijn totale perfectie. Ja. Daar moet je niet aan twijfelen. Nee. Dat kan ook alleen als je het gaat voelen en ervaren in de retreat of in de, mm-hmm. in de transformatie. Ga je voelen en ervaren wat prana met je doet en voor je doet. En pas als je het ervaren hebt, haal je de twijfel weg. Ja. Dan zeg je, ik geloof dat het kan. En nu zeg je, ik heb het ervaren. Je weet pas hoe iets is als je het ervaren en gevoeld hebt. Nou ja, kijk, het is, ik speel ook een beetje advocaat van de duivel, dat begrijp je. Want het raakt mij heel erg... Omdat in kleine, kleinere setting, hè, 72 uur vast of zo. Wow, wat leef je in het nu? En wat staat alles aan? Ja. En wat is alles intens? Maar ergens denk ik ook wel, en daarom is dat gaaf en fijn om mee te maken. Maar is het ook wel in een bijna een soort, ja, ik in ieder geval op zo'n moment ben in bijna een soort overlevingsmodus. En dat is gewoon heel puur. Als ik jou dan... Hoe bedoel je dat? Ja, nou, dat vind ik gewoon lekker. Dus daarom eet ik bijzonder slecht op bepaalde dagen. Oh, omdat ik gewoon weet van, oké, dan sta ik aan en dan... Door het eten, denk ik? Nee, door het niet eten juist. Door het niet eten? Ja, door het niet eten. Ja, okay, ja. Alleen dan weet ik ook wel weer dat ik op een gegeven moment dat wel weer ga doen. En als ik jou dan hoor zeggen, ja, ik realiseer me dat het allemaal geconditioneerde gedachten zijn. Maar ja, god, kan ik dan, is dat niks meer heilig? Als jij zegt, ja, je slaapt ook nauwelijks. Mm-hmm. Nou ja, dan denk ik, Ik leg 2 uur per nacht op bed. Ja. En slapen is misschien 1 uur in de week dat ik echt weg ben. Nee, maar voor mij is dit bijna een soort oude Giel die heel weinig sliep. Mm-hmm. Omdat ik gewoon dacht, dat is zonde van het leven. Ja, het leven is te leuk. En hoppa, we gooien er nog een colaatje in. Ja. Zoals ik hier ook echt wel weer een koffietje even erin gooi. Koffie. Maar nou, ik heb wel ook menig gesprek hier aan tafel. Of anders niet hier, maar thuis aan tafel gehad. Waarbij, wat heel erg over slaap ging. Waarbij je gewoon weet, ja, slaap. Ik keer het nu om. Ik bedoel, nu zeg ik, oh, ik hou zo van het leven en ik vind het zo machtig mooi. Ik zorg echt dat ik mijn slaap voor mekaar heb, want dan ben ik er echt. Ja, maar wat als je nou niet hoeft te slapen? Ja, maar... Wat als je prana gaat leven en gaat om 11 uur op bed liggen en je ligt tot 5 uur wakker? Want ja, je hoeft niet te slapen. Je lichaam is gewoon niet moe. Je ligt wakker omdat je lijf denkt, fuck, jongen, ga eten. Je ligt gewoon op bed en het lichaam zegt gewoon, ik ben niet moe. Nee. Ik blijf net zo lang zitten. Zeg, na 12 zet ik alles uit, ga ik een beetje de stilte in. En ik vind het lekker met ook het licht uit gewoon. Daar valt voor mij tijd en ruimte weg. Net zo lang te wachten tot mijn lichaam een keer gaat geeuwen. Dat is 3:30, 4:00. En dan denk ik, nou, nu is het tijd om te gaan liggen. En dan ga ik op bed liggen, maar dan sta ik nog vol aan. Ja. En dan lig ik 2 uur en denk ik, nou, 5:30, 6:00. Nou, ik heb genoeg gelegen. En dan begint mijn dag gewoon weer. En ik ben gewoon nooit moe. Nooit. Nee. Maar slapen is toch niet alleen om je eten te verwerken? Nee, het is om je lichaam te laten herstellen. Ja, dus ja, ik weet dat je vroeger gebodybuild hebt. Ik weet niet of je nog sportief bent, zo te zien. Ja. Nou ja, dan moet ook je spieren ontwikkeld worden. Hier vanavond als je in bed ligt, god, wat een gek gesprek was dat. Dat moet dan geprocessed worden. Dat gaat volledig op prana. Ja. Ja, en dus hoeft dat allemaal niet, zeg jij? Nee. Het hele voedingsproces is... belastender voor het lichaam dan dat we ons realiseren. Dat kan ik je garanderen. Toen ik aan bodybuilder deed, had ik gewoon 10, 12 uur slaap nodig. Ja. Altijd. Ja. Nee, dat is ook essentieel, toch? En dan eet je ook 8000 calorieën. Ja. En
nou ja, alles wat er dan ingaat, supplementen en het herstel. Bodybuilden is anderhalf uur trainen en zoveel mogelijk rusten en slapen en herstellen. Maar vind je het onredelijk als ik zeg dat je in ieder geval sinds dat moment dan gewoon toch een soort eetstoornis hebt? Of in ieder geval... Nou, dat, kijk, dat bodybuilden, dat heb ik... Nou, ik ben echt geen bodybuilder geweest, dat zou ik... Maar ik ben wel bezig geweest met het bouwen van een sixpack. Dus ja, in zekere zin ben je iets aan het beelden hoe slecht het ook lukte. Maar ik weet wel, en ik heb me eroverheen gezet, maar ik weet wel vanaf dat moment... Poeh, en dat, om eerlijk te zijn, zie ik dat heel veel bij echte sporters... Mm-hmm. Ja, nou ja, wat ik zeg, allemaal, en misschien hebben we sowieso heel veel mensen er last van, echt wel een eetstoornis. Het klinkt altijd gelijk zo zwaar en bulimia, anorexia, maar zo bedoel ik het niet. Maar wel dat je denkt, oké, je kan niet meer normaal denken, je denkt gewoon heel erg in calorieën, in hoeveel eiwit zit erin. Dan kan je niet meer normaal gewoon wat eten. Als je het zo benoemt, ja. Ja. Je weet wat je nodig hebt, laat ik het zo zeggen, als een bodybuilder... in zijn bulkfase zitten. Je hebt 8 weken bulken, 8 weken eigenlijk ontspannen... en het lichaam meer laten herstellen. In die bulkweken weet je gewoon... elke anderhalf uur moet er 500 calorieën. Ja. En dat is gewoon een proces. Daar stap je in. Met mijn persoonlijkheid gaan de knoppen om. 'S morgens om 4 uur eruit. Sta je 2 uur te koken om je rijst en je kipfiletje... en alles klaar te maken. Alles waar geen voeding in zit, zoals groenten... dat mag je skippen, want dat is loze vulling. Je shakes klaarmaken en dan ga je met je 3 tassen naar je werk. Ja. En zo vul je de hele dag. Nou, en dan, ja, ik vind het machtig mooi, begrijp me niet verkeerd. Want dan, ik weet niet of je ook echt shows deed en zo. Hoe zeg je dat? Daar heb ik wel naartoe gewerkt. Dan ging je helemaal kilo droog worden, heel veel drinken, zout nemen. Ik heb alles erin gestopt wat erin komt, tot anabolen aan toe. Op het podium te komen om op die 135 kilo. En dan op de dag zelf... wodkaatje erin, ja, toch? Ja, nee, en want dan gaan die spieren. Ja, ik vind het een fascinerende wereld. Eiwitten instorten, daarna bulken met alleen maar koolhydraten. Ja. En dan ontploft het lichaam, dan je wodkaatje erin en dan ben je klaar. Nee, maar ik bedoel te zeggen, en nogmaals, ik zeg het met veel liefde... daarna heb jij nooit meer normaal kunnen eten. Gewoon waarbij je niet nadacht, oh, wat heb ik eigenlijk gegeten? Oh, ik eet gewoon mee. Nee, dat was je echt wel bewust van, oh, zoveel. Oh, ja, nee, tuurlijk. Ja. Alles staat in afgewogen bakjes. Ja. Naar een verjaardag nam ik mijn eigen tassen mee, want daar ging ging niks in, want dat is loze vulling. En die laatste shake s'avonds om 2 uur gaat er dan gewoon niet meer in. Nee. Dus je eet niks, of ik in ieder geval niet, drink niks wat alleen maar vulling is. Geen koffie, geen water, het is echt de shakes en de voeding die je nodig hebt, anders krijg je het niet binnen. Nee, maar hoe rijm je, dat is dus wel fascinerend, hoe rijm je dat dan met nu van 7000 naar 0 calorieën? Ja. Dat is een hele weg geweest. Ja. Het mooiste was, vandaar dat ik ook... Weet je, ik geloof in een soort book of life. Je wordt ergens geboren en daar staat een heel pad voor je klaar. En daar ga je weer dood. En dat hangt allemaal samen. Uh-huh. Weet je, dus ik ben uiteindelijk gaan bodybuilden tot mijn 35ste. En juist op het hoogtepunt dat ik klaar was om wedstrijden te gaan doen... nagenoeg droog afgetraind, werd er op mijn deur geklopt. En daar had ik een verlichtingsmoment. Ja. Ja, laten we daar... out of the blue, daar word je wakker. En dan merk je dat je eigenlijk een idioot leven leeft. Ik doe het even in een notendop. Gelukkig opgevoed, Zeeland. Sterke vader, zachte moeder. Ging van Zeeland naar Bonaire, waar je vader werk vond, tot 2 keer aan toe. De 2e keer was je al best wel een puber. Dacht je, wat moet ik daar allemaal? Maar goed, oké. Vervolgens ben je in de afvalverwerking gegaan. Mm-hmm. Nou, dat is toch waar ik wat vragen over heb. Omdat het, als ik het goed begrepen heb... heb je gewoon dus even in de gevangenis gezeten. Ja, ook dat. 14 maanden onschuldig. 14 maanden onschuldig. Mm-hmm. Ja, zelfs dat kan in Nederland, hè? Ja, nee, maar dat is... Nou ja, ik ben blij dat je het zo zegt en ook zo resoluut. Want... ik kan me niet aan de indruk onttrekken en dat bedoel ik echt niet naar jou toe. Maar ik denk van, nou, als je 14 maanden zit, dan zal er toch echt wat aan de hand zijn. Dat is wat ik denk. Ja. Omdat ik gewoon een positief beeld heb van Nederland. Ja, dat had ik ook tot die tijd. Ja. Nee, ik was een bedrijfsleider van een afvalverwerkingsbedrijf. Waar justitie al 1,5-2 jaar onderzoek deed achter de schermen. En het moment dat ik verantwoordelijk werd en de installatie aan het verbouwen ging... om het te optimaliseren, daar heeft justitie een inval gedaan. Ja. En ze hebben ze me samen met voorgangers aangewezen als
een van de kopstukken. En die zijn... Hij moest ervan weten, ja. Ongetwijfeld. En ze hadden een keurig dossier opgebouwd van mijn verleden. De telefoongesprekken, de boten die ik ooit gebouwd heb 10 jaar daarvoor. En dat hebben ze in een heel mooi dossier geplakt. En dat ziet er heel geloofwaardig uit als je de waarheid niet weet. Maar op basis daarvan word je opgepakt en word je vastgezet. En dan duurt het 1,5 jaar voordat je hele dossier gezien is. En advocaten en rechters zich kunnen voorbereiden op een eerlijk proces. En hoe is dat dan na afloop? Is dat dan, sorry meneer, foutje bedankt, handje en dat was het? Eigenlijk wel. Want het is niet zo, ik weet dat we niet in Amerika leven. Het is niet dat je er 1 miljoen aan over hebt gehouden als een soort van schade. Nee. Dat had wel gekend. Als je maar helemaal... Het moment dat ik vrijgesproken werd... zei in principe alle advocaten bij de mensen die vrijgesproken werden... we kunnen zeggen alle kosten die we gemaakt hebben... dat was bij mij echt enkele tonnen zijn erin gezeten... kan je terugkrijgen als we de staat... die ons mede aandeelhouder binnen het bedrijf... als we de staat aansprakelijk stellen en we gaan het proces in... maar dan zit je nog 6 tot 7 jaar minimaal in dit proces... Ja. En ik heb geen zin om nog 7 jaar in die energie te zitten. Nee, ik zou dus je zeggen... Het heel duidelijk, gewoon ik zet de knop om. Ja, nee, ik snap en het ik helemaal. Ik ga weer gewoon door met mijn leven, want ik heb er gewoon geen zin in. Maar goed, en ik moet er bijna om lachen dat ik dit nu te sprake breng. Maar daarom voel ik het echt wel. Alleen ik snap dat mijn verhaal in het niets is bij jou. Maar ik heb 1 nacht in de cel gezeten. Nooit meer. Nou, het was echt heftig. Ik was omdat het gewoon onterecht was. Het was een foutje en ik dacht, ja... En het was ook, ik heb er heel erg van geleerd, want het is nog niet zo heel lang geleden eigenlijk. En het was een goed lesje in nederigheid. Ja. En gewoon dat ik dacht, ja, die mensen doen ook maar waarvan zij denken dat het beste is. En ze hebben gewoon, in het kort, anders klinkt het heel vaag dit. Mm-hmm. Maar zij dachten... dat ik geen geldig rijbewijs meer had. Terwijl ik had net een rijbewijs gehaald. Alleen dat was gewoon de administratie. Het was echt wel heftig. Maar goed, dit was 1 nacht en precies dit. Ik kon natuurlijk een hele zaak gaan aanspannen. Nou ja, whatever. Maar goed, dat was geen 14 maanden. Wat hebben die 14 maanden je gebracht? Want dat had je ook, zeg maar... Het had een soort gratis opleiding tot topcrimineel kunnen zijn. Ja. Maar dat is het niet geworden, gelukkig. Nee. Voor mij was het een van mijn eerste onbewuste spirituele ervaringen. En ik zeg heel bewust, onbewust. Ik was nooit zoekende naar een spiritueel pad tot mijn 35ste. Nee, precies. En dit was op mijn 26ste, 26, 27ste. Ik werd in, ik geloof, oktober opgehaald, noemen ze dan. 6 uur ding-dong, staan ze aan je deur, mag je tasje pakken. Ga je met ze mee, denk je dat je 3 dagen achter de deur gaat. Dat werd 21 dagen en dan ga je naar verplicht naar huis van bewaring in. Dus dan, je mag 21 dagen in een politiecel zitten. En ik zat in Hoorn, werd ik geplaatst zo ver mogelijk. Dat doen ze om je moraal te breken, zo ver mogelijk weg van Zeeland. Familie en vrienden en Zeeland. En ik zat daar met de kerst en dat was voor mij de moeilijkste tijd. Ik zat in alle beperkingen. Het houdt in dat je met niemand contact hebt. 5 minuten per week mag bellen met een partner of een ouder... waar dan een penitentiair inrichtingswerker bij staat, PNW'er. En daar heb ik allemaal nog niet zo moeite mee. Maar kerstavond zat ik in mijn celletje, 2 bij 3... en dan kwam er een humanist voorbij. En die gaat dan even een gesprek met je hebben van... vervelend dat je hier zit, dat heb ik gedaan. En eigenlijk willen ze dat ook niet weten. En in dat gesprek voelde ik heel langzaam het licht uitgaan. En de fundering onder me vandaan. Een soort drijfzand. Daar voelde ik me eigenlijk... breken wil ik niet zeggen. Maar daar kwam wel het besef van... wow, dit kan wel heel lang gaan duren. En het gekke was het moment dat ik daar inzakte... voelde ik gelijktijdig een enorm vertrouwen naar boven komen. Je had het over die leeuw. Er kwam vertrouwen naar boven. En er kwam ook een hele sterke... een koikong, een energie naar boven. Die zei, dit gaat me gewoon niet gebeuren. Nee. Ik ga gewoon niet gebeuren. En dat was een moment waarin ik van... eigenlijk afglee ook weer opstond. En ervaarde, wow, dit is... Dit ga ik gewoon winnen. Dit gaat goed komen. Jij schrijft in je boek, ik vind dat je mooi schrijft... ik voelde de angst van het vacuüm waarin ik was terechtgekomen... maar toch ook weer het diepe vertrouwen dat alles uiteindelijk goed zou komen. Ja. En dat was voor mij de eerste...
spirituele bronervaring. Ja, ja, precies. Ja, ja. Ik voelde me katholiek opgevoed. Nou, dat is liedjes zingen in de kerk voor mij. En een dominee of een pastoor die weinig kan vertellen. En daar had ik niks mee. En hier voelde ik voor het eerst in mijn leven van wow, ik word echt traag. Ja. Maar ergens, en ik snap dat heel erg, jij was vrij, je ging er ook niks mee doen, maar je bent er nou ja, niet zozeer overheen gestapt, maar je dacht, oké, we pakken het aan. Nee, de dag daarna stond ik in de kledingzaak. Ja, precies. Werd je ondernemer, precies. Nou, ja. Toen ben je heel erg gaan sporten. Ja. En ben je daar een beetje dus mee gaan spelen, zou ik willen zeggen. Manager in de olieindustrie. Was dat nou ook een beetje wat je vader deed? Was toch ook iets... Ja, klopt. Oké. Ja. Maar goed, ik ben uiteindelijk de techniek ingerold. En zeg, mijn persoonlijkheid is een persoonlijkheid die gewoon alles kan en alles oppakt. Dus uiteindelijk ben ik in de olieindustrie terechtgekomen, crisismanager en projectmanager geworden. En dat was voor mij de makkelijkste manier om in een korte tijd geld te verdienen. En daarna weer wat jij nu hebt gedaan met je jaar, periodes gewoon te kunnen leven. Ja, ja, ja. En te kunnen onderzoeken. Ja, ja, zo was het. Na mijn verlichtingsmoment heb ik alles losgelaten. Ja. Al mijn bedrijven, mijn huis. Nee, oké, we gaan even naar wat jij het verlichtingsmoment noemt. Ik moet zeggen... Ik zeg het gewoon eerlijk, ik word er altijd een beetje kriegel van als mensen met zo'n moment komen. Dan denk ik, ja, verlichtingsmomenten. Maar goed, dat was wel wat er gebeurde. Jij was 35. Jij was ergens bij een gezin in Zeeland. Daar was een dochter, gewoon een meisje. Ja. Nou ja, vertel maar even. Want het is... Ik ga inhaken vanaf dat moment. Oké. Ja. Ik was toen een netwerkmarketingbedrijf in Nederland in de markt aan het zetten. Ik heb gevraagd door het bedrijf zelf van, wil je het in Nederland promoten? En dan komen dan trainers bij. En ik zit met dat meisje te praten, die is 16 jaar. En die deed dansacademie in Amsterdam. En ik zat op een doordeweekse dag. En een van mijn eerste vragen in het gesprek was, waarom ben je hier? Waarom ben je in Middelburg en niet op school? En ze zegt, ik had zo het gevoel dat ik deze week thuis moest zijn. En als ik dat voel... En er was meer vanuit geloof, dan volg ik dat. Dan studeer ik thuis wel wat, maar dan ben ik hier. En dan volg ik puur dat gevoel. Terwijl mijn mind op dat moment eigenlijk nog dacht, koekoek. Dus, ja, ik ben heel nuchter, maar toen nog heel geaard en heel normaal. Nu niet meer? Nee, zo zien mensen me niet meer. Dat ben ik wel. Maar nee, okay. En we zitten verder in dat met haar te praten en uiteindelijk... komen we op punten dat ik zeg, wat wil je met je dansopleiding doen? Want er zijn duizend dansers per jaar die van een opleiding afkomen. En probeer je maar te onderscheiden. Dat is rete moeilijk om daar geld mee te verdienen. En ze zegt, dat maakt me helemaal niet uit. Want als ik dans, dan deel ik een soort energie. Het was een soort vrije dans die ze deed. Bijvoorbeeld opwekking, zo'n EO Jongerendag voor volwassenen een hele week. En daar dansen ze op het podium. Zeggen, als ik dans, dan raak ik daar mensen mee. Dat is een soort Christusenergie. En dat is de reden waarom ik dans. Ik zeg, nou, dat is heel mooi. En ze kijkt me aan en zegt... Ah, je zegt het wel, maar je voelt het niet. Wow, en dan zie je dan opgepompte bodybuilder. Emotieloos, dat dacht ik dan. En dit gebeurde er en ik voelde de energie veranderen. Ik dacht, wow, wat gebeurt hier? Dit is geen meisje van 16 die hier praat. En we gaan door met het gesprek. Ja. En werkelijk 5 minuten later weer zo'n moment. En weer kijkt ze me aan. En weer zegt ze... je zegt het wel, maar je voelt het niet. Zo, ik denk, wat de fuck gebeurt hier? Echt een heel raar gevoel. En zeg, ik laat het je zien. En 30 jaar geleden inmiddels. Ze loopt naar een tv'tje, zo'n beeldbuisdingetje. Zet hem aan, zet de videorecorder aan. En die grote banden ingaan. Stopt er een band in en drukt op play. En ik heb geen seconde gezien. Het moment dat zij op... Het moment dat zij op play drukte, voelde ik letterlijk het hele lichaam gewoon oplossen. Er was geen lichaam meer, het was gewoon... Stil, niks, geen liefde, geen verbinding, gewoon... Ik was ergens wat ik nog nooit had ervaren. Een space, een ruimte, alles en niks tegelijk, maar geen fysieke ervaring. En ik kan ook niet zeggen hoe lang ik daar geweest ben, achteraf misschien een fractie van een seconde, maar daar is geen tijd en ruimte. Dus ik was daar en ik kon ook niet zeggen dat het bijzonder was. Het was gewoon zijn, punt, I am, zonder verklaring. En het werd pas bijzonder toen ik terugkwam. Moment,
Het moment dat ik ervaarde dat ik terugkwam, werd het lichaam echt weer in elkaar gezet, gecomprimeerd. En het moment dat ik mijn ogen opende, kon ik alleen maar huilen. Ik had geen idee wat het was. Ik was niet spiritueel zoekende. Mijn leven was perfect, dacht ik. En vanaf dat moment paste gewoon niks meer. En nou ja, goed, daar begon mijn spirituele awakening. Alle je stond helemaal open. De horen zien, weten, ruiken, proeven, alles stond open. Ik deed mijn ogen open, ik zag engelen staan, overleden ouders, overleden mensen. Er liep een alien door de kamer, er vloog een ruimteschip in, what the fuck. Ja. Geen idee, ik had echt nog nooit een spiritueel boek gelezen. Ja, en ik ben een soort schizofreen. Nou ja, nee, oké, nee, ik ben blij dat je het zegt. Ik reed door de straat met een Amerikaanse trainer naast me. En ik was om engelen heen aan het rijden. Zeggen, doe maar niet, want dat gaat allemaal goed komen. Ja. Het was heel raar toen ik de straat inkeek. Dat, wow, massa's veel mensen. Jij omschrijft ook in het boek, ik moest daar echt hard op om lachen. Dat jij op een gegeven moment een gesprek met iemand hebt. En dat iemand dan tegen je zegt, ik weet niet tegen wie je staat te praten. Maar er staat helemaal niemand. In de kledingzaak. Ja. Ik sta letterlijk een gesprek te voeren. Terwijl iemand zegt, ik weet niet wat jij zat te doen. Maar ik kan beter naar huis gaan. Oké, dit voelt heel raar. En dit vind ik mooi, want maar zou je kunnen zeggen, want jij noemde dit je verlichtingsmoment en nou ja, dat ik denk dat we allemaal wel voelen van zo, dat was wel een moment. Maar zou iemand anders het een burn-out breakdown moment kunnen hebben genoemd, waarna die gewoon niet meer wist wat hij met het leven moest? Dit was voor mij zo life-changing. Ja, nee, maar goed. Vanaf dat moment kon ik geen kilo meer optillen met bodybuilden. Nee. Ik heb het geprobeerd. Dus je kon het echt niet meer of je zag de nut niet? Het ging gewoon niet meer. Er was geen drive meer. Nee. Mijn achterlijke grote huis paste niet meer. Mijn kledingzaken was uiterlijk. Heel mijn leven was uiterlijk. Ja. En ik kwam daar tot het besef van, jongens, ik heb geen idee wie ik ben. Nee. Ik voelde zo'n innerlijke stem die zei van, je mag iets goddelijks gaan doen. Ja. Je wordt geroepen om iets te gaan doen. Maar jij bent van nature en dat siertje en redelijk, nou, ik weet niet of het impulsief is, maar je volgt je gevoel. Ja, ja. Jij was verloofd met iemand en vanaf het ene moment zie je een vrouw, denk je, nou, zij is het. En, nog nou, mooier? Nee hoor. Nee, nou ja, whatever. Nee, dat was echt zo'n innerlijk weten, ja, zo'n moment van, dit is wow, er. Met jou ga ik gelukkig worden. Ja. Ik dacht er nou, verloving uitgemaakt. Ja. En die relatie heeft 31 jaar geduurd. En wat, want dit is gebeurd dan, denk ik, als ik de tijdlijn een beetje in mijn hoofd heb. Terwijl jij met haar had, met degene met wie je 31 jaar getrouwd bent. Ja. Dus vanaf het ene moment zitten jullie samen in de ondernemings, gewoon lekker mooi huis, al die shit. En hoe heeft zij dit ervaren? Nou, zij had gelukkig, anders had het nooit gewerkt, een volgende persoonlijkheid. Dus je hebt persoonlijkheidstypetjes, de volgers en de leiders. En noem het maar op. En zij had een volgzame persoonlijkheid. Dus daar waar ze eigenlijk volledig wist van, ongeacht wat hij gaat doen, het komt altijd goed. Dat was bij haar een innerlijk weten en bij mij ook. En ik op na een half jaar na dat verlichtingsmoment zei van, joh, we gaan overal mee stoppen en we gaan wat anders doen. Zei, joh, prima. Ja. Ja. Geen probleem. Vol vertrouwen. Nou, zij is ook altijd tot het moment dat we uit elkaar gingen. Zij was eigenlijk de spirituele zoeker. Terwijl het mij overkwam. Ja. En dat kan best wel frustrerend zijn. Weet je, zij was degene die de Reiki deed. En de IET en de EET en de AEF en de engelen dingen. En ja, was allemaal mooi. En dan ging het leven door. En ik deed helemaal niks. En out of the blue kwam dit. En het enige wat ik heb gedaan is maanden gemediteerd. Ik heb echt maanden niet geslapen. Ik kon alleen maar, we hadden toen zo'n achtelijke grote inloopkast. De deuren open, zij lag op bed. En ik heb alleen maar daar gezeten op mijn poefje. Ja. In meditatie. Alleen maar in verbinding met alles wat er voorbij kwam. Het was alleen maar het enige wat ik ervaarde, dat alles was nieuw. En zij kon daar volledig in overgeven tot. Ja, dat is top. Ja, daar komen we nog. Maar eerst, en dat brengt mij een beetje op de vraag die ik altijd stel aan mijn gasten, namelijk welke drie boeken van belang zijn geweest in jouw reis tot waar je nu bent? En ik weet het antwoord, want dat kreeg ik daarnet te horen. Hij heeft geen boeken. Ik lees eigenlijk nu niet meer. Nee, oké. Okay, maar na dan heb je dus wel. Op dit moment heb ik zeker boeken gelezen. Oh nee, oké. Okay. Ja, en er zijn er een aantal. Nou, ik heb er twee die ik tegenkwam toen ik gewoon een beetje in jouw leven dook. Ja.
Eentje, als je het ook hebt over gewoon lijntjes hebben en stemmen horen. Ja, ik weet niet of je hem gelezen hebt, maar ik moet er wel heel erg denken. Is Neil Donald Walsh. Die heb ik allemaal gelezen. Een ongewoon. Die resoneerde 100%. Oké. Ja, 100%. Ja. Ja. Oké. Los van dat zijn boodschap niet meer van deze tijd is, was de manier... Oh, maar dat vind ik grappig dat je het zegt. Wat we sowieso... Oh, we gaan dus gewoon... Toch hebben we drie boeken stiekem. Mm. De eerste is een... Hoe heet het nou? Een ongewoon gesprek met God? Of een gewoon gesprek? Nee, een ongewoon gesprek. Een ongewoon gesprek met God. En waarom is het niet meer van deze tijd? Nou, weet je... het hele bewustzijn van de mens evolueert. En iets wat 30 jaar geleden nog paste... Ik noem het even vrije wil... Ja. Is nu niet meer van toepassing. Of de manier waarop we naar karma kijken... is nu anders dan dat het toen was. Weet je, dus... Blijf leuk om te lezen, maar wel in een soort kader van toen, bedoel je? Ja. Nee, dat snap ik. Oké. Okay. Ja. En een ander boek, of althans, ja, dat gaat bijna te ver om dat een boek te noemen. Maar hoe heet die gast? Brandon... Brandon Bass. Ja. Ja, die heb ik zeker gelezen. Ja. Ja. The Journey. Wat bij mij vaak gebeurt, is dat mensen van binnen geraakt worden door het verhaal. En dat is ook wat er bij mij bij Brandon gebeurde. En dit was 35 plus. Het was 35 plus. Na mijn verlichtingsmoment ben ik gaan zoeken van... wow, ik kan hele mooie readings geven... en ik kan hele mooie dingen doorgeven... maar mensen kunnen er niks mee. Naar mijn inzicht, hè, iets wat je gewoon verteld wordt... daar doe je niet zoveel mee. Ik kan nog even geen beeld vormen... want ik heb een redelijk fout beeld van jou... Mm-hmm. Als in bodybuilder, ondernemer in de kleding... Ja. Woont in een kast van een huis in Vlissingen... Ja. Nou, ik machtig mooi, maar als die gast twee dagen later tegen mij zegt... ja, ik ga een reading bij je doen. Ja, dat was heel bizar. Daar liep ik al tegenaan, hè. Ja. Voor mij was er zo'n goddelijke waarheid geopend... Ja. Dat ik dat naar iedereen ging verkondigen. Je moet komen, dit... Oh, dat liep echt zo om me heen op een gegeven moment. Hè. Dus dat was mij ook een hele les, hè. Ik heb een hele sterke persoonlijkheid... Ja. En als ik iets meemaak, dan... Wow, Pranic Living, jongens, moet je allemaal gaan doen. Tuurlijk, lekker. Wow, en als ik met mensen praat nu, dan willen ze het ook gaan doen. Merendeel wat in de retreat zit, dat ervaart van... Ik weet het nog niet, ik kijk wel. Na de retreat, wanneer kan ik beginnen? Bam, ja. Wanneer kan ik stoppen? Maar je hebt gewoon een afscheid genomen van een hoop mensen... en een hoop nieuwe mensen, of hoe ging het? Nee, ik heb dat aan hun overgelaten. Ja, precies, oké, okay, ja. Ja, er is wel een hele shift plaatsgevonden. Zeg, alles uit bodybuilder. Ja, dat past echt niet meer. Dat was allemaal brullen en gillen en Daar heb ik nog wel een tijdje geholpen, maar meer om, weet je hebt ook een sporthart en je moet echt wel 2 jaar afbouwen. Dus met lood in mijn schoenen ben ik 4 dagen in de week toch nog wat gaan squatten. Ja, anders had je er ook niet zo bij gezeten. Nee, dan was het een grote hangzak. Nee, precies. Nou ja, precies. Sowieso. Sorry, maar dus The Journey, die las je toen waarschijnlijk op aanraden. Ik kwam een filmpje tegen van, ik werd uitgenodigd door iemand die zei tegen mij van, wil je... een gratis helend reis bij me doen of een journey. Ja. Want ik moet er 40 doen. Ik ben afgestudeerd therapeut. Ik moet er 40 doen. En het is gewoon een mooi proces. Vind ik altijd leuk om een ervaring op te doen in dit soort processen. Maar goed, ik heb nergens last van. Dat dacht ik niet al. Mooi. Hou je gewoon de huis toe. Ja, maakt niet uit. Joh. Kom maar gewoon en we zien wel waar we terechtkomen. En hij zei, waar loop je het meeste tegenaan in je leven? Ik zei, nou, om eerlijk te zijn, tegen mijn vader. Als mijn vader en ik samen waren en ik wijde dat aan 2 gelijkwaardige persoonlijkheden, dan was er binnen 10 minuten frictie. En dan begon mijn moeder koffie te schenken en een wijntje om het allemaal weer zachter te maken. Je weet hoe dat werkt. En ik zei, nou, daar wil ik wel vanaf. Nou, hij zei, dan gaan we eens kijken. Gaan we naar de laatste keer dat je bij je vader was en dat gebeurde, hoe dat voelde. Wow, en ik voelde al die woede en frustratie opkomen. Hij zei, nou, doe je ogen maar dicht en we gaan gelijk het proces in. En ik deed er een proces. En na een kwartier door lagen heen gaan van woede en leegte en dan weer frustratie en eenzaamheid, kwam ik ineens bij een herinnering. Toen woonden wij in een flatje in Vlaardingen. Daar zat ik in het raamke zijn en ik zie mijn vader thuiskomen. En ik hoor hem het traphuis oplopen, sleutel in de deur doen, deur openmaken. En ik zie mezelf van de vensterbank afstappen. Ik loop naar mijn vader toe en ik wil zijn been vastpakken, eigenlijk van, hey, papa is thuis, leuk. En hij drukt me even aan de kant en hij zegt, ik wil eerst even met je moeder praten. En ik hoor mezelf daar zeggen, hij wil mijn liefde niet ontvangen. Die overtuiging heeft niet alleen mijn leven veranderd met mijn vader, maar ook heel zijn perceptie van geven en ontvangen. Je doet daar een helende reis op.
En 4 weken later, en niemand wist dat ik de hele reis deed, belde mijn moeder. En die zei, ik weet niet wat er met je vader aan de hand is, maar hij wordt zoveel zachter. Ja. Nee, maar dus dit voelt weer een heel andere reis en op het schuldgevoel wat ik uiteindelijk had, dat ik dat 35 jaar die man heb gegeven. Ja. Ik voelde me echt wel schuldig. Jij voelde je schuldig. Oké, dat vind ik nou niet mooi. Mijn overtuiging heeft voor hem bepaald dat hij niemand de knuffel gaf en dat hij niet open stond, zelfs in de relatie met mijn moeder, voor soort vrijere liefde. En God, maar ik bedoel, en ik weet dat je niet zo bedoelt, maar ik word er weer helemaal kriegel van, omdat ik gewoon denk, ja, maar dit is dus wat ik tegemoet ga. Je maakt zo'n fout. Dit was allemaal voor Prennick, hè? Ja, oké. Okay. Allemaal voor Prennick. Ja, dat begrijp allemaal, ik. Maar als je Prennick gaat, stroomt dat allemaal uit je leven. Ja. Hoef je nergens meer over dan na maak je te geen denken. Fouten meer. Nou, dat zeg ik niet. Maar ben jij zelf vader? Nee. Nee. Ik zag net het filmpje. Ik wist al van heel jong af. Jof, aan. Dat jij ook kindloos of... Dat ik nooit vader zou worden. En dat mijn leven veel te hectisch zou zijn met alle gekke dingen die ik ging doen. Dat stond voor mij zo'n paal boven water. Maar zit daar ook een stukje angst in? Nee. Nee? Nee. Nee, dat voel ik ook niet. Ik blijf met het regelmatig erover gehad. Zo na 30ste, 35ste. Dan weten we het zeker. En nu is wel wat wil proberen. Moet ergens gaan doen. En allebei hadden wij zoiets van... Nee, gaat niet gebeuren. Wij hebben elkaar van tevoren heel even kort gesproken. Doe dat nooit meer eigenlijk. Dat zeg je. Nee, is niet waar. Maar het is gewoon... Daardoor weet ik nul dingen. Maar weet ik wel dit. Waardoor ik het ook durf te vragen. Je ouders leven alle twee nog. Ja. Wat weten zij van jou? Ik bedoel... Ik bedoel, ze hebben jou niet op de wereld gezet. Als Brahman Menor. Nou ja, zo is het toch gewoon toch. Maar ze weten, neem ik aan wel, dat je dat bent geworden. Mm-hmm. Ja. Wat vinden ze ervan? Nou weet je, ze hebben alle facetten meegemaakt. Van het slepen met voer naar de verjaardag. Wat ze apart vonden. 20 jaar geen alcohol nemen. Met bodybuilder doe je dat niet. Nee. Daarna vegan, vegetarisch. Nou, ik kom uit een bourgondisch gezin. Mijn vader heeft zo'n buik. Zijn hart zit helemaal vol, is slecht. Zijn aderen zitten vol. Noem het maar op. Hij eet liever de manier waarop hij at... dan dat hij zijn voeding aanpast om nog een paar jaar langer te kunnen leven. Dus dat doet hij gewoon niet. Nee. Uiteindelijk hebben ze het hele proces meegekregen... tot ik zei van ja, pa, maar alles leuk. Nou, maar nu ga ik stoppen met eten en drinken. Ja, toen viel ik nog 10, 12 kilo af. Tot 73. Dus het eerste jaar ben ik redelijk mager geweest. En het mooie was dat het moment dat ik af ging vallen... zei mijn vader, oh, nou moet je stoppen, het is gevaarlijk... En terwijl ik 73 bleef. En na 3 maanden zei hij, oh, volgens mij ben je weer aangekomen. Maar je ziet er nou een stukje beter uit. Dan was hij weer gewend gewoon aan het nieuwe postuur, het nieuwe uiterlijk. Van 135 uiteindelijk naar 73 in 10 jaar is toch een extreem dingetje. Ja. Ja. Daarnaast, hè, wat jij zelf ook ervaart. Als je kinderen op bezoek komen en zeggen, ja, lunchtijd, dinertijd. Ja, ik eet niet mee. Ik kom er wel lekker bij zitten, maar ik eet niet mee. Ja, dat doet toch iets. Onmakelijk, dus de eerste 2-3 jaar heeft hij enorm, met name mijn vader, in de weerstand gezeten. Mijn moeder maakt zich alleen maar ongerust. Want mijn vader, zoals ik zei, van koffie, nee, doe maar niet. Nou, daar kan we weer een hele andere reis op doen. Maar goed, uiteindelijk het mooie is dat hij inmiddels heeft geaccepteerd dat ik leef zoals ik leef. Het gaat me goed. Weet je, ik ben heel dankbaar voor wat ik mag delen. Dat ik dan op tv kom, vindt hij nog steeds een beetje vreemd. En koekroe en dat soort dingen. Dat hoeft mij niet, al die bekendheid. Want je bent toch mijn zoon. Ze kijken me er toch op aan. Hele dorp weet inmiddels dat ik toch wat anders ben dan gemiddeld. We komen aan een heel klein dorpje en iedereen kent iedereen nog steeds. Ja, ja, ja. Dus daar heeft hij nog wel moeite mee. Maar voor de rest, ja, hij heeft geaccepteerd. Nog steeds probeert hij, als ik daar kom, moet je een kopje koffie. Ja. Of zit je weer in zo'n periode van niks. Nou, dat duurt al maanden. Ja, ja, heerlijk, heerlijk. Dus hij probeert het nog steeds. Fantastisch. Ja. Nou, ik vind het ook machtig mooi hoe vol liefde je over hem praat. Mm. En hoe dat dus... En ik krijg wel zelf een beetje een soort familieopstelling gevoel, waarbij ik dat ook had. Dat dan verandert er gewoon iets, omdat jij ergens anders over denkt. Ja. En iemand anders gaat ineens anders Absoluut. Erin staan. Absoluut. En machtig mooi dat ze nog leven en je vader en moeder nog bij elkaar. Ja, ja, ze gaan nu een bejaardentehuis of een verzorgingstehuis. Mijn moeder dementeert al 10 jaar. En zit nu op het moment dat ze eigenlijk niks meer zelf kan. Dus moet verzorgd worden. Mijn vader is niet te verzorgen. Dus die kunnen niet meer thuis blijven. Dus
over 2 weken gaan ze naar een bejaardentehuis. Het mooie is wel dat doordat mijn moeder dementeert, dat ze de persoonlijkheid helemaal loslaat. En heel erg in het hier en nu en in het gevoel leeft. En nou, mijn moeder weet heel goed wat ik doe. Bizar. Het moment dat ik binnenkom, dan zie ik haar opfleuren. Dan komt ze in een moment, dan voelt ze die energie. Helemaal in het nu. Helemaal in het nu. Ja, wanneer heb je weer zo'n week? En ik, wow, ze weet echt geen koffie meer te zetten. Hè? Nee. Maar dat ik die weken geef, daar laten we nog eens wat foto's zien. En fantastisch. Ja, en dan leeft ze helemaal mee in dat gevoel. Dat is echt heel voelbaar voor haar. Ja. We gaan het straks zeker even hebben over die week en een weekend wat inmiddels ook kan. En ik denk dat er genoeg luisteraars van Koeren denken, oh, dit vind ik fascinerend. Dan nodig ik je uit. Maar eerst, ja, ik ga het toch gewoon proberen, want we hebben stiekem al 2 boeken genoemd. Is er nog een 3e boek wat in jouw reis toch indruk heeft gemaakt? Ja, dat was met name na mijn verlichtingsmoment. Daar had ik een boek dat ging over de... voor mij heette dat de terugkeer... Terugkeer naar liefde? Nee, de terugkeer van de yogi of iets dergelijks. Oké. Okay. De yogi... Oh, echt? Yogi die het Verre Oosten, iets dergelijks. De biografie van yogi? Ja. Van Yogananda. Ja, ja. En dat sloot zo aan bij mijn ervaring. Daar kon ik me helemaal in vinden. Eigenlijk de buiten de box ervaringen. De uitreding, noem ik het maar even. Of meerdere plekken zijn. Eigenlijk wat Pranic Living allemaal met je kan doen. Ja. En wat ik in mijn verlichtingsmoment en daarna gewoon wist, stond daar gewoon beschreven. Dat ik dacht, oké, als zij het kunnen, kunnen wij het ook. Ja. En jij voelde toen aan alles, en daar stond je meer open voor dan eerst. Ik word 50. Of tenminste, vanaf mijn 20ste, ik ga nooit ouder dan 50 worden. Nee, oké. Okay. Ik heb meerdere helende reizen gedaan, waar op een gegeven moment een engel komt met een boodschap en een boek. En dat boek eindigde op mijn 50ste jaar. Dat stond een paal. En daar stonden nog pagina's achter. Ik zei, dan mag ik het zelf invullen of zo. Of dan ben ik klaar. En een beeld van, dan heb ik de vrijheid. Ja. Ja, dat stond een paal boven water. Dus ja, dan ben je 50. Dan word ik 50. Tja. En dan gaat je vrouw van je af zonder dat je het aanziet komen. Ja. Nee hoor, dat was een bijzonder mooi proces. Ja, zij was 44. Dat is haar een jaar van loslaten, 45 nieuw begin. En ik had haar het journeyproces gegeven. Dus zij zat in de celdeling, het loslaten van het verleden en alles wat erbij kwam. En zij was ook wel een beetje meegegaan in dat leven op prana, waar je toen inmiddels al een beetje aan was gaan snoepen, toch? Ja, of ja, juist dat niet was, moet ik goed zeggen, 4 maanden nadat ik haar het proces heb gegeven. Ja, oké. Okay. En dan ben je 80% eigenlijk al klaar. 80% van je cellen zijn dan veranderd. En daar voelde ze van, ik ben klaar om op eigen benen te gaan staan. Ik wil een eigen vrijheid leven. Ik wil andere seksualiteit gaan ervaren. Noem het allemaal maar op. Alles wat ze niet had gehad binnen de relatie, dat wilde ze gaan onderzoeken. Ja. Yeah. Dus ze wilde niet meer, je schetste daar net een heel, vond ik wel mooi beeld van, dat volgzame zeg maar, ja. Dat was even klaar. Dat was zeker klaar, ja. Okay. En het leuke was, dat weet je, ik had het gevoel dat ik eigenlijk weinig jaloezie kende en dan een hele relatie hadden in harmonie. En dat ervaarde zij ook, tot dat bewustzijnsmoment. Ja. En toen zei zij, nou, ik wil eigenlijk wel op mezelf wonen. Ik heb meer vrij. Ik zei, ik kom op vakantiehuis. Ga je in een vakantiehuis wonen? Nou, ik wil ook mijn eigen geld verdienen. Mezelf verzorgen. Ik zei, nou, dan gaat mijn geldkraan dicht. En dan ga je voor jezelf. Alles kan, hè. Het maakt mij niet uit. We hoeven niet in één huis of op een boot. We woonden op een boot te zitten samen. We leefden eigenlijk altijd samen. Dus alles is mogelijk. Ja, toen kwam ze, ik wil ook andere mannen gaan onderzoeken. Ja, ik was de eerste seksuele partner. Hij was 16, ik was 21 toen we elkaar ontmoetten. En dan begon daar knoppen in te drukken. Dat ik dacht, oké, ik ben journeytherapeut, dat kan ik. Adem in, adem uit. Ik sta overal open. Nou, na 2 weken werd dat zachter. Ik denk, nou, waar zit je aan te denken? Ja, ik heb iemand ontmoet. En die wil ik dan misschien wel eens 1 keer in de 2 maanden. Zo'n weekendje samen. Ik denk, oké, adem in, adem uit, niks zeggen, maken. En dat lukte, hè, dat lukte. En het moment dat het zachter werd, kwam ze weer terug van, ja, een week later, misschien wel elke maand. Tot uiteindelijk ze zei van,
ja, misschien wel al mijn vrije tijd. En dan gaf ik geloof ik 4 yogalessen en dat was het. En toen kramp ik achter me dat ik dacht, oké, waar blijf ik nou in deze relatie? Weet je, maar goed, ik ben therapeut, ik denk, ik adem er doorheen. Nou, uiteindelijk ontplofte mijn lichaam, ontplofte mijn hoofd van alle verhalen. En begon ik te shaken, een soort PTSS ontstond. Echt een mega proces. En toen ben ik weer naar die allereerste journey-therapeut gegaan. Die hele goede vriend van me. Ik zei, joh, David heet hij. Echt, ik moet door die laag, ik wil weten wat eronder zit. Er zit altijd een herinnering om, ik wil weten wat dat is. Ja, is goed, we gaan naar de sauna. Ik zei, fuck, naar de sauna. Hij zei, dat voel ik, dat gaan we doen. Dus we zijn naar de sauna gegaan en het magische was, een saunaatje in Goes. We zijn in de Whirlpool gaan zitten. Het moment dat we erin gingen zitten, stond iedereen op. Iedereen ging naar binnen. En alsof de deur op slot ging, er is 2 uur lang niemand buiten geweest. Werkelijk waar, een magische tijd. En ik heb daar zitten processen met alle lawaai en alle energie en god, alles wat eruit moest komen. En het mooie was, onder elke laag zat alleen maar blis. Er zat alleen maar leeg. Er kwam geen herinnering tegen. Iedere keer weer 2 uur lang. Nou, toen was ik daar uiteindelijk mee klaar. Ik voelde de lading ook niet meer. En ik hoor mezelf nog zeggen tegen mijn maten, net zoals met de verlichtingservaring. Als dit de basis is van wat er nu ontstaat, of wat er nu is, dan ben ik zo klaar om alles los te laten. Nou, de 2e keer in mijn leven dat ik zoiets zeg. Ja, maar dat gebeurde dus ook. Die nacht, ik kwam 23:30 thuis op de boot. Mijn partner ook weer gedeeld. Het maakt niet uit, lading is eraf. En ik ben zo klaar om alles los te laten. En die nacht om 3 uur heb ik tot 3 keer toen hartstilstand gehad. Ja. Toen is Wim dood gegaan. Daar is op 50-jarige leeftijd. Daar heb ik allemaal geïncarneerd, maar daar is dit ontstaan. Ja. Ja. En je zegt dat net, en dat vind ik een beetje moeilijk te rijmen, maar ik ben benieuwd hoe je dat ziet. Hmm. Want tegenover mij zit toch ook wel, en dat vind ik ook lekker, die nuchtere zeeuw nog altijd wel een beetje. Ja. Maar ja, dat kan ik toch niet echt rijmen met, nee, ik heet geen Wim meer, ik ben Brahman Menor. Hmm. Ja. Hoe, Nou, ik sta nog steeds met 2 voeten in de klei. Ik ben heel nuchter. Weet je, we hebben allemaal verschillende kanten. Jij had het net over je vrouwelijke energie, mannelijke energie. We hebben het allemaal anders. Weet je, dus ik sta nog steeds als techneut met 2 voeten op de aarde. Ik kan nog steeds een hele boot bouwen, verbouwen en optimaliseren. Maar mijn hart gaat niet daar naar uit. Nee. Weet je, ik heb een persoonlijkheid die bezig moet zijn. Dus ik ben niet iemand die 10 jaar in een grot moet gaan zitten en niks te doen. Want daar valt de energie stil. Dat doet mijn systeem niet. Ik moet bezig zijn, dus ik sport nog een beetje. Ik probeer nog de een of ander te creëren. Nee, niet te creëren, te doen. Laat ik het zomaar te zeggen, om die persoonlijkheid te voeden. Maar daarnaast zit er maar heel veel leegte. Ja. Heel veel leegte, heel veel zijn, heel veel verbinden, delen, mensen helpen. En die leegte, is dat de bron? Nou ja, dat hebben we allemaal in ons. Ja. Als je de mist van het eten weghaalt, blijft dat over. Ja. De absolute stilte die in ons allemaal zit. Alleen, we komen er niet. Moeilijk in ieder geval. En jij vergeleek dat net. En ik denk dat dat een soort mooie, soort non-dualistische overtuiging is. Van het is allemaal in het boek geschreven. Mm-hmm. Ergens, is dat dan op je 50ste nieuw boek? Moet ik dat zo zien? Dan in mijn geval kreeg ik op mijn 50ste daadwerkelijk een heel nieuw boek te zien. Van begin tot einde. Ik weet hoe oud ik word. Ik weet wat ik ga doen. Ik weet hoeveel mensen ik mag helpen. Dus ik maak me ook niet meer druk. Nee. Ik probeer niks te creëren. Ik weet dat alles op het juiste moment voorbij komt. De juiste mensen, de juiste antwoorden. En ik volg de rivier die voor me uitstraalt. Jij bent vaak getipt. Wat ik altijd heel leuk vind als mensen suggesties geven. Voor die moet je te gast hebben. En Robert Bridgman, die kwam al met jou. Mm. En mensen die hem kennen, die kwamen ook bij jou op pad. Maar ik weet dat er ook een mailtje kwam van iemand die zei, ja, je moet die Brahman uitnodigen, want ik snap het niet helemaal. Dat was, ik had toen iemand te gast, het ging heel erg over manifesteren. Mm. Een onderwerp dat vaak langskomt in Koekeroe. Hoe rijm je dat met dat boek dat al geschreven is? Want ja, wat nou manifesteren wat je wil? Het heeft, het is al geschreven. Ja, klopt. Hoe zie je dat? Hoe zie je dat? Als ik naar een tijdlijn kijk van mensen, dan zie ik dat al die creaties er eigenlijk al op staan.
In mijn geval bijvoorbeeld, 2 weken voor mijn verlichtingsmoment begonnen de gesprekken te ontstaan allemaal over het goddelijke. Dat heb ik nog nooit gedaan. Hoe kan je nou, en dat was weer zo'n momentje, hoe kan je nou geloven in een god, het god of bron of hoe je het noemen wil, als je hem niet kan voelen en ervaren? En dat sprak je uit, hè? Dat sprak ik uit. En als er een bron is of een god is, dan moet hij letterlijk voor me staan en zeggen, ding dong, hier ben ik. Had ik beter niet kunnen zeggen. Nee. Maar dat punt stond er al. Dus punt stond er. En ik kom in die energie. Er zit altijd een vibratie omheen. En je komt in die energie en daar gaan dingen veranderen. Weet je, soms doe je dingen en dat doe je jaren. En ineens merk je van, er vindt een afbuiging plaats. En je gaat gewoon naar een ander moment. Ja. Je moet je afvragen, als 100 mensen proberen te creëren, waarom lukt het de een wel en de ander niet? Waarom proberen we mooie dingen te creëren en alle dingen die, noem het even, negatief zijn als leven, dat overkom je dan ineens zomaar? Tuurlijk niet. Het zat allemaal vast in je boek. Ja, dat heb je nodig om te komen. Ik heb nergens voor gekozen. Nee. Mijn verlichtingsmoment niet, mijn scheiding niet, mijn doodervaring niet. Terwijl ik die allemaal wist. Iedereen heeft déjà vu's. Iedereen heeft dingen in zijn leven die je al weet dat gaan gebeuren. Hoe is dat nou mogelijk als de volledige vrije wil is? Je weet gewoon dat dingen op een bepaald moment gaan gebeuren. Heeft iedereen. Ja, maar even flauw gezegd, waarom zou ik in godsnaam naar een weekendretraite met jou gaan? Als het toch allemaal, als het boek al geschreven is. Als staat dat jij van prana wil gaan leven, ja, of jouw fundering wil veranderen en dat bij mij mag doen, kom je er vanzelf. Ja, precies. Ik heb werkelijk mensen die in zo'n setting als hier zitten, zeggen, joh, ik heb het verhaal gehoord, niks van mij. Nee. 4 weken later een mailtje. Let op, hè. Ik ben alleen maar aan de diarree. Vlees gaat er niet meer in. Nee, al bij de heindeur, er staat een soort energetisch wol. Het lukt niet. Wat moet ik doen? Ja, wat denk je zelf? Ja. Nee, maar dit vind ik en dat doe mooi. Ik niet, hè. Nee. Dat is gewoon het signaaltje vanuit het kosmos dat het je tijd is om wat voor reden dan ook daar een paar dagen te komen zitten. Ja. En ook andersom. Op het moment dat je wel nu zit te luisteren denkt, ik ga ervoor. Nou, reken maar dat je nog wat hobbels gaat tegenkomen. En dat je ineens denkt, god, het is wel duur. Of wat moet ik toch eten? Dat is allemaal de mind. Dat is allemaal de mind, je, natuurlijk. Ik zeg altijd, als je hem hier voelt. Als je hem echt in je. Maar waar is hier? Is dat je hart? Is dat je ziel? Als jouw lichaam het seintje geeft van hier moet ik zijn. Of je wordt emotioneel geraakt van wow, hier voel ik gewoon een waarheid. Die tot je spreekt of in je spreekt. Herkenning is het eigenlijk meer. Ja. En je wil die beslissing gaan maken. Dan weet je mind gelijk van wow, daar gaat een hele grote verandering plaatsvinden. Ja. En die gaat altijd tegenstrubbelen. Altijd. Ja. Dus de vraag is een beetje, als je zit te luisteren, ben je, raakt dit bij je? En zou je willen overstappen op pranic living? Wat ik dan, ik wil het toch even concreet maken. Wat je dan dus gaat meemaken, is het vasten. 3 dagen, ja. Yoga. Hartopeners? Ja. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Hartopeners zijn eigenlijk oefeningen waarin je de mist van het ervaren weghaalt. Energie staat nooit stil. Mensen die zeggen, mijn hartcentrum of mijn hartchakra stroomt niet, dat bestaat niet. Energie kan niet stilstaan. Hij stroomt altijd, je neemt hem alleen niet waar. Nee. En eten en trauma's en dat soort dingen creëren allemaal blokkades om te ervaren. Als je alles weghaalt, ga je alles ervaren. Altijd. Dus niet dat kanalen dan open gaan. Die gaat alleen veel meer ervaren wat er altijd al is. Vertragen, stilte, meditaties, visualisaties, cellen opschonen. Ja, dat is niet iets wat je actief kan doen, zou ik zeggen. Je activeert het opschonen van cellen. Dat is een ademoefening. En dat koppelen we aan je celdeling. En wat je gaat ervaren in je celdeling, dat je oude cel, die nu nog steeds deelt met het verleden, dus de beschadiging en de kennis uit het verleden, die gaat delen naar een stamcel. En de deling vanuit een beschadigde cel naar een stamcel is dat hij daardoor het verleden loslaat, omdat het geactiveerd is in de ademoefening. En daar kan je niet in geloven, dat moet je gaan ervaren. Ja. Dus dat is weer, je doet eerst de oefening, dan ga je de leegte in, dan ga je merken, wow, er is wat veranderd in mijn lichaam. Dan neem je mee in de visualisatie, je voelt die celdeling, uiteindelijk gaat die cel weer terug in het lichaam en daar voel je de verandering in het lichaam. Daar moet je hem gaan voelen. Als je dat gaat voelen, dan ben je 100% overtuigd. Daar valt de twijfel weg. Een mind zit altijd in twijfel. Kan het wel, kan het niet? Ik denk dat het kan, maar er zit altijd twijfel. Als je het gaat voelen, weet je hoe het is.
Ik kan een miljoen manieren bedenken hoe het is om een kind te krijgen. Maar je weet het pas als je een kind gekregen hebt. En dat is met Pranic Living ook. Als je het ervaart en wat de vrijheid is. En dat het jezelf voedt op een bepaalde manier. Al die visualisaties. Ik neem je echt mee op een magische reis. Waarin jij je denken kan overstijgen. En echt kan gevoelen, wow, dit is wat Pranic Living is. En als je dan naar huis gaat, dan kun je het niet meer tegenhouden. En dan is het niet per definitie het doel om nooit meer te eten of te drinken. Dat is niet het uitgangspunt. Dat is maar 20% van de uitkomst. Ja. Maar gewoon er bewuster van zijn, misschien dat wel te minderen, of hoe zeg je dat? Dat gewoon, zelfs dat niet, begrijp ik. Nee, het leegmaken van je cellen is het veranderen van je fundering. Ja, maar dat is het pas in 12 maanden moet ik dus 12... Minimaal 12 maanden. Niet eten. En daar hoef je niks voor te doen. Nee. Je kan daarmee bezig eten. Zijn. Ja, okay. Je moet voor mij blijven eten in 12 maanden. Ja. Als je op prana over wil stappen, wat iedereen doet na 12 maanden, houdt niet in dat je stopt met eten en drinken. Nee. Wil je je optimaal voelen, dan moet je stoppen met eten en drinken. Dus je krijgt een training mee. Niet om van prana te gaan leven, maar om je voeding onder controle te krijgen. Je krijgt een afkikprogramma mee, want eten is onze grote verslaving. Je hebt zelf geselecteerd wat je lekker vindt. En alles wat je lekker vindt, geef je een up. We leven 100.000 keer per dag in up. Als je 3 dagen het eten eruit had, zitten mensen bijna in een depressie. Want dan voel je wat je aan het compenseren bent. Dat is bizar. Dan kom je die leegte weer tegen, die verveling weer tegen, die... alles wat erin zit uit dat verleden. En je weet maar 10%, dus er zit zoveel. Dan ga je echt voelen in de waar. Goed dat je dat nog even zegt, voordat mensen denken, nou weet je wat, we stoppen met eten. Nooit zomaar doen, want dan ga je echt dood. Ja, nou, mensen die het zelf proberen zonder de cellen te veranderen, die blijven vermageren, die doen hetzelfde wat ik hiervoor geprobeerd heb. Ja. Die blijven afvallen tot ze zo mager zijn. En daar zit het gevaar, dat je gaat je mega goed voelen. Terwijl het maar, een soort anorexia, die kunnen heel helder zijn. Hè? Een soort controle. Ja, maar er is ook helderheid en er is ook een expansie van de energie. En, maar het lichaam blijft afvallen. Ja. Tot het uiteindelijk faalt. Organen gaan falen, je brein faalt. En, Nou, maar ik ben blij dat je dit ook zo benoemt. Want dat is ook een beetje wat ik zelf dus ken. En ben je niet bang dat juist mensen die... Ja, dus wel problemen hebben met eten. En nogmaals, ik denk dat we daar allemaal een beetje last van hebben. Mm-hmm. Dat die juist hierdoor getriggerd worden en bij jou dit gaan doen. Nou, je krijgt van mij een intake. En daarbij wordt wel... Ja, maar ik ga niet tegen jou zeggen dat ik anorexie heb natuurlijk. Oh, de meeste mensen zeggen dat. Ja, die zijn er trots op. Okay, nee, nou dat... ja, laat ik het zo zeggen. Ze zijn er niet trots op, maar een van de vragen is... Heb je anorexia, bulimia of andere eetstoornissen? Want dat moeten we wel weten. Ja. Weet je, samen met mijn team bekijken we al die formulieren. En als je een jaar je eten onder controle hebt, terwijl je in anorexia gezeten hebt, dan moet je voor mij eerst aankomen. Je moet eerst 10 kilo aankomen om te gaan voelen en ervaren. Want misschien is jouw pranisch gewicht wel 10 kilo zwaarder. Ja. Er zijn zat mensen die jouw op prana... pranisch gewicht. Ja. Bij mij was dat 73 kilo en daarna ging het naar 85. Dus ja, even, want dit is voor jou normaal. Maar dit is gewoon... Dus jij bent van 73 naar 85 gegaan zonder te eten? Ja, ik ben nu 105. Corfu ben ik bewust gaan experimenteren van... wat gebeurt met mijn lichaam als ik alleen maar zwaarder wil worden? Maar dit is puur visualiseren wat je op de weegschaal gaat zien? Of ja, net zoals Wim Hof, zeg ik, mijn hand wordt warmer. Ik laat mijn hand 5 graden warmer worden. Ja. Dat doe ik met het lichaam. Ja. Mijn hartslag, mijn bloeddruk, mijn temperatuur kan ik volledig zelf reguleren. Behalve de energie die er doorheen stroomt. Je noemt Wim Hof en dat vind ik top. Want dat is natuurlijk ook iemand die mensen versteld heeft toen laten staan. Ja. Ja, en ik heb je daar in een oude aflevering van een paar jaar geleden met Tim de Beste, Outsiders... Ja, ja. Heb ik je daar ook al voor zeggen, hey, ik ben bereid, geef me mijn bloed. Een beetje à la Wim Hof. En recent deed je een post, ik kan hem erbij pakken op Instagram. Ja. En daar werd ik ook een beetje door getriggerd. En ging mijn mind natuurlijk weer. Ik dacht van, ja, zie je wel, wat lult hij nou, die gast? Ja, ja, ja. Want ik weet wat je zegt. Ja, jij in die post, zei jij van, ja, ik weet het. Ik weet hoe het zit. Dus...
Laat ik dat niet wetenschappelijk onderzoeken? Nee, nee, dat is niet wat ik zei. Nee, oké. Okay. Nee. Wat ik zei, de wetenschap vindt wat ze zoeken. Ja. En de wetenschap gaat er nooit open in. Die zoeken naar de onmogelijkheden. Ja. Dus als die een fractie van ketose zouden, want daar zoeken ze naar. Dus ketose is een afvalstofje omdat je vet aan het verbranden bent. Als die in die 2, 3, 4 weken dat je opgesloten wordt, niet eet, niet drinkt, ketose ervaren, zeggen ze ja, maar hij is toch aan het afvallen. Terwijl ik zeg, niemand overleeft 12 dagen zonder een proces. Dus als ik gewoon 4 weken niet eet, niet drink, ook al zou ik 3 kilo afvallen, is het niet inherent aan het proces. Nee. Weet je, dus de medische wetenschap staat niet volledig open om gewoon te zeggen, we gaan gewoon eens meten en we kijken gewoon wat er gebeurt. Maar ik bedoel, dat ze, is... Ze stappen dat is, erin om het te ontkrachten. Ja, maar dit is ze en de medische wetenschap. Mm-hmm. Ik denk in de loop der jaren, al die mensen die bij jou een weekend hebben gevolgd, alle mensen in het buitenland, er zal toch zo langzamerhand wel een keer gewoon een gedegen onderzoek zijn geweest van iemand die gewoon dit heeft gecheckt. En als je gaat googlen, en ik snap het, is heel erg een mindding, maar ik doe dat wel. Ja, dan is alles, dan ben jij een charlatan en dan is er weer een met een andere breatharian. Nee, allemaal nep. Dan kom je in die wereld. Ja. En dat vind ik dan zonde, want ik denk, ik zit hier te praten met een gast, want ik denk, nou, ja, in godsnaam. Dit gaat ook gebeuren. Okay. Alleen ik wil het niet op zo'n kleine schaal hebben. Nee, precies. Ik ben meerdere keren benaderd van, ja, joh, laten we je naar huis stoppen, een cameraatje erbij. Ja, maken we een podcast van, maar dat is nog aan het klein. Ja. Als ik het wil ik het met een National Geographic doen. Nee, oké. Dan doen we het goed. Dus wel Wim Hofstijl. Maar dan doen we het gelijk wereldwijd. Ja, waarom zou ik het, daar stop ik mijn tijd gewoon niet. Dat is mijn tijd kostbaar voor. Dus dat en gaat de beste wel ervaring voor mij. Oké, top. Ben jij die het straks doet en zegt, jongens, ik heb 4 weken niet gegeten, niet gedronken en ik voel me top. Ik hoef mensen niet te overtuigen. De beste overtuiging is de eigen ervaring van mensen. Ja. Ik heb net een dame gehad, dat is nu een vrijwilliger, Eline heet ze. Ik heb een podcast meegedaan. Die heeft het proces bewandeld na 8 maanden. 10 dagen op prana, 15 dagen op prana, 3 weken op prana. Ze is militair. Mm-hmm. Ze heeft net de militaire medaille gehaald voor, dat is een zware militaire oefening. 10 kilometer zwemmen, 20 kilometer of 30 kilometer fietsen, 15 kilometer hardlopen. Zeggen, dan kon het 2 keer doen. Het is ongeveer de reclame van dat bammetje. De man die uit het waterstap, bammetje, zwem nog even terug. Ze zeggen, ik was totaal niet moe. Ik was alleen maar te stuiteren van die ene, lekker! En de rest was gewoon echt helemaal garen op. Op 3 weken niet eten, niet drinken. Nee. Dat zijn voor mij de mooiste getuigenissen. Ja. Ik denk dat de term, die is niet van nature gevallen, maar noemen we dit Darshan? Wat is Darshan precies? Darshan. 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 Darshan is een katalyst om mensen te laten ervaren wat ze werkelijk zijn. Ja. Het komt heel erg uit, net zoals Brahman, het komt heel erg uit de Brahman minor energie komt is heel erg. Oh, ik dacht dat het ook een soort. Ik dacht een beetje hetzelfde als prana, levensenergie, energie. Het is allemaal hetzelfde. Ja, uiteindelijk. Iemand zei, ik ga je onderzoeken van welke prana leef je. Ik zei, welke prana? Ja, er zijn wel 10 soorten prana. Nou, dan zeg ik dong, dan hang ik op, want daar heb ik gewoon niks mee. Nee. Dan ga je weer in een boek zitten wat voor mij totaal niet meer klopt. Nee. Energie is voor mij energie. Jouw ziel is niet afgescheiden van bronenergie. Je bent alles wat er is. Alleen maar hebben het zelf heel complex gemaakt. Ja, maar, en dat wordt het weer een beetje een soort non-dualisme ding, maar kijk, dan komt vaak die vergelijking met de zee. Hè, wij zijn allemaal, we zitten hier in oceans, we zijn allemaal de zee. Dus dat, en dat voel ik heel erg. Maar ergens denk ik ook, ja, maar ik ben wel een druppeltje. Dat. Dus, en dat is gewoon wel, en dat is niks ten nadele van al die andere druppeltjes. Nee, met z'n allen zijn we de zee. Te gek. Ik voel verbondenheid all over the place. Maar ik ben wel dat druppeltje. Ja. Je moet het lichaam. Weet je, voor mij hebben we zich lichaam en ziel. En ziel is gewoon de energie die er doorheen stroomt, die verbonden is met dit centrum. Mm-hmm. En het lichaam, kijk, zonder het lichaam kunnen we niet ervaren. Nee. Jij bent hier om het leven elke seconde van de dag te ervaren. Ja. En alles wat je ervaart, deel je weer met dat collectief. En dat collectief groeit. Ik kan niet groeien, jij kan niet groeien. We kunnen in dit leven stappen zetten. En die werken 9 of 10 keer alleen maar negatief naar onszelf, omdat we meer in de beperking komen. Maar uiteindelijk groeit het collectief. Kinderen die geboren worden, zijn bewuster dan ons. Wij waren al bewuster dan onze ouders. Weet je, daarom zijn we hier, om het leven alleen maar te ervaren. Waarom deel ik Pranic Living? Om zoveel mogelijk mensen dit alleen maar te laten ervaren. Houdt niet in dat je voor de rest van je leven moet stoppen met eten en drinken. Mm-hmm.
moment dat je hier al bent en voelt van wow, dit is mogelijk, deel je al een ervaring met het collectief. En als 10% bereikt is de critical mass, dan zit dat in het bewuste bewustzijn over 50 jaar in de kinderen. Ja. Klaar. Die eten nog maar 5%. Daar gaan we naartoe. Dat is de reden dat ik dit mag doen. En waarom is dat belangrijk? Waarom is het belangrijk? Voor mij is het eigenlijk alleen gewoon de evolutie van de mens. En daardoor mede de redding van de aarde. Jouw moestuintje is genoeg voor de hele straat. Want het gaat niet om een heel bord. Het gaat om de smaakexplosie die ze dan nog willen ervaren. Ze eten niet meer vanuit het sociale. Nee, maar ik bedoel, het is niet. Ik bedoel, er zijn een hoop problemen op deze wereld. Maar om eerlijk te zijn, er is niet te weinig eten. Niet in jouw kant van de tafel. Nee, dat bedoel ik te zeggen. Er is aan onze kant overvloed en aan die kant... Exact. Maar ik denk dat obesitas een groter probleem is dan honger. Dus ja, daarom vind ik het zo mooi dat we het meer... dat we laten het hele eten... Want het gaat veel... Ja. Nou, maar alles waar we nu tegenaan lopen... is veroorzaakt door voeding. Met gewoon het klimaat, de uitholling van... De ziektes, de verzieking van de aarde, het platmaaien van alle bomen, de footprint waar we nu heel erg mee aan het worstelen zijn. Het is allemaal voedingsgerelateerd. Als we allemaal stoppen met eten en drinken, hebben we geen olieindustrie meer nodig, behalve misschien nog voor wat kleding en wat verf en wat dingen voor je huis. Tegen die tijd kunnen we gewoon intappen op de vrije energie die we om kunnen zetten in een batterij dan wel in licht. Dan zie ik een wankel leven. Waarom kunnen we niet op een andere manier? De ziekenhuizen hoeven ook niet meer te bestaan, want ziek zijn we niet meer. Nee, maar jij. Nee, ik lach er een beetje om, maar het is ook omdat het gewoon, ik denk, 100%. Ja. Wat ik zie, is dat 95% van de mensen die bij me zijn geweest, in allerlei soorten fysieke uitdagingen, werkelijk genezen zijn. En dat is ook logisch, hè? Weet je, we hebben allemaal een openstaande darmwand. Als je met eten stopt, sluit je darmwand. Iedereen heeft een leaky gut syndrome. Dus ook zonder darmen. Ja. Daardoor heb je een verlaagd immuunsysteem. Iedereen heeft dat. Maar op het moment dat ik alleen maar eet wat mijn lichaam trekt, dan gaat die toch wel lekker? Nee, dan blijft die openstaan. Ik heb geen idee waar je tegen kan. Nee, er staat geen gezonde voeding. Nee, dat weet je pas als je een bloedtest zou doen. Nee, de bodybuilders doen dat ook altijd. Die eten zoveel. Ik eet voor 4.000-5.000 euro per maand aan voeding. Dan wil ik wel zeker weten dat ik het tegen kan. Ja. En dat die darmwand dicht blijft. Dus je doet dan een bloedtest. En bij iedereen is die uitslag anders. Hoe kunnen we nou denken dat een aardappel gezond voor ons is, als die voor jou op de rode lijst staat, waar je gewoon niet tegen kan? Nee. Dan wel je darmwand openzetten, dan wel je immuunsysteem verlaat met alle gevolgen van dien. Maar goed, dat zou je kunnen onderzoeken, toch? Nogmaals, hij is voor iedereen anders. Ja, nee, tuurlijk. Dus maar dan kom je op zo'n lijstje. Ja, ik kan maar tegen 5% van wat je eet. Ja. We eten veel te multiculti in de Albert Heijn kan de hele wereld krijgen. Denken dat het gezond voor ons is. Nou, ik kan je garanderen dat 95% gewoon niet goed voor je is. Daarom voelen we ons zoals we ons voelen. En we weten niet hoe goed we ons kunnen voelen tot je het eten eruit haalt. En als je gewoon even een stapje terug, als je gewoon dat onderzoekt en dus je laat zo'n test doen. Hoe voel je je dan als je alleen maar eet waar je darmwand lekker op gaat? 20% sterker en 100% meer energie. Ja, ja. Maar jouw immuunsysteem vraagt 70% van je energie op dit moment. En die energie komt gewoon vrij. Die wordt gewoon niet benut als jouw darmwand gesloten is en jouw immuunsysteem niet belast is. Daarom heb je bodybuilders over het algemeen gewoon veel meer kracht en veel meer energie. En je sport is nog wel, jij? Ja, ja. Een voorbeeldje. Ja? Ik ga een uur en een kwartier squashen. Dan heb ik een trainer. Ik win het van die trainer. Die al 20 jaar squasht op conditie. Ik ben gewoon niet moe. Maar ik kan je alle hoeken van de zaal laten zien. Ting, 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 ting. Ik blijf gewoon rennen. Maar het is ook niet... Waar hij na een kwartier zegt, ik moet even een drankje. Dan kan ik dat bolletje precies. Van hem houden. Hè? Want, en je zweet ook, je zweet je niet kapot. Ja, natuurlijk. Oké, maar ja, dan verlies je vocht. Nee, dat neemt toch ook weer op. Ik vraag me niet af waar mijn vocht blijft en hoe het... Je moet zo min mogelijk proberen te begrijpen, Giel. Ja, maar dat is het hele ding. Prana doet alles. Ja. Prana regelt alles. Nee, maar goed. Ik denk al meer dan een half uur dat ik naar de wc moet. Maar dat zit in mijn hoofd. Plassen is zelfs conditionering. Ja, dat zeg jij. De eerste 5 maanden dat ik stopte met eten en drinken, moest ik nog 2 maanden lang elke ochtend, elke avond, had ik het gevoel dat ik naar het toilet moest. Ja. En dan stond ik daar op de boot, klein toiletje. Psst. Ik denk, oké. Misschien nog even schudden, nog een druppel. Ja. En het was echt maar zo'n klein beetje.
En dat heeft me 2 maanden gekost om erachter te komen. Dit is gewoon conditionering. Er is net een Indiër overleden. Die heeft 70 jaar van prana geleefd. Niet gegeten, niet gedronken. Die hebben ze meerdere malen onderzocht in een ziekenhuis. Ook scans gedaan. En dat bleek zijn nieren gewoon te werken. Zijn blaas werd een beetje gevuld. En dat werd ook weer opgenomen. Ja. Toen ik na 2 maanden stopte, ben ik daarna eigenlijk niet meer naar het toilet gegaan. Mits ik weer een periode had van eten en drinken. Maar het is, en dat kennen we allemaal van het placebo-effect, je moet het wel echt intens, je moet het echt geloven. Heb je het gewoon ervaren, Giel? Ja, oké. Okay. Geloven doe je met je mind, je kan het alleen maar ervaren. Oké, okay. Dus jij raadt de week aan, dat is wat ik hier hoor zeggen. Ja, week, weekend of... Nou ja, ik wil letterlijk even weten, wat is het verschil? Want ik heb 2 linkjes in de beschrijving staan. Ja. En nogmaals, jij zegt dat het geen risico... Nul. Als je het programma volgt, loopt niemand het risico gegaan. Oké. Ik heb al 6000 mensen geholpen die het overleefd hebben, dus... En ik hoop dat we nu best wel duidelijk hebben geschetst wat je daar leert en waarom het er is. En dus ook niet zozeer waarom het er niet is. Maar wat is het verschil tussen een activatieweekend en een essence retreat? Ja, zeg in de retreat... Dat is de week. Dat is de week, ja. 5 dagen dan. Ja. Daar wordt op alle lagen gewerkt. Weet je, als je eten eruit wil halen, moet ook je emotionele emmer leeg zijn. Ja. Laat ik het anders zeggen. Na de 5 dagen heb je alles ervaren wat je kan ervaren op alle lagen. Er zijn heel veel mensen die of qua budget of qua gevoel alleen willen kiezen voor het leven van prana. Nou, daarvan zeg ik, als je het weekend doet, dan activeren we alleen de celverandering en die koppelen we aan je celdeling. Alleen moet je zelf met je emotionele shit aan de slag gaan. Ja. Dus alles wat dus dan kom je thuis allemaal tegen. Ja, gegarandeerd. Dat is veel zwaarder. Ja, daar raad dan, ik dan toch een beetje af. Ja, je moet kunnen lappen, snap ik ook. Maar, nee, ja, absoluut. Nee, het weekend is, niet het weekend, maar het jaar daarna, absoluut pittiger. Je krijgt ook huiswerk mee. Je moet even een paar weken huiswerk doen. Je moet oefeningen zelf thuis doen. Maar goed, dat maakt het budgetair voor mensen wel veel bereikbaarder. Ja, want even, klik op de link, dan zie je het. Het weekend, €499. Ja, en de jaarbegeleiding dan. En dat kan je nagaan. Gewoon geen catering, hè? Nee. Ja, zeker wel gebakken lucht. Ah, sorry. Te makkelijk. Ja, nee, deze, sorry. Dat is, en die kosten helemaal niet, zeg ik altijd. Nou goed, ja. En de Essence Retreat, dat is, maar dat kan je ook in termijn betalen. Check die dat link. Dat is gewoon de mooiste week van je leven. Ja. Nou, daar heb je me zeker in getriggerd. Ik realiseer me, dat ik natuurlijk ook nog vragen heb van mensen uit het publiek. Maar ik ga toch nu voor mezelf de vraag stellen die al een tijdje op mijn lippen brandt en wat altijd ook wel naar een soort van einde gaat. Hmm. Want kijk, even met de boeken, zoals we het net bespraken. Wim, je ouders, die zullen nog steeds gelukkig dat je leeft, maar... Ergens hebben wij besloten, Wim is dood. Ja. Op 50-jarige leeftijd, zoals je voorspelde. Nee. Maar hoe oud wordt Brahman Menor? Die gaat ver over de 90. Ver over de 90. En wanneer is de telling begonnen? Op mijn 50ste. Ja, dus je wordt 140? Nee. Oké. In zeg maar hele levensspan ga ik over de 90. Ja, oké. Dus. Dus eigenlijk echt 2 keer 50 ongeveer. Ja. Ja. Ja, klopt. Lekker, man. Ja, hè? Ja. Ik maak me ook helemaal niet druk. Nee. Ja. En... Dat is ook nodig om die 10% te halen. Om de... Oké. Dat is de missie. Dat doen we met z'n allen uiteraard. Ja, jij ziet daar je rol in. Ja, daar zie ik hoeveel mensen ik mag bereiken met boeken en met alles wat er nog aan gaat komen. Dat wordt wat gebeurt er dan? Als die 10% bereikt? Nee. Oh. Als jij... Los mag laten. Ja. Los mag laten. Precies. Hoe zou je dat omschrijven? Want de dood... ik denk dat we er alle twee niet echt bang voor zijn. En ik voel ook in alles dat het jou ook wel een soort spirit geeft. Maar je hebt hier ook over nagedacht. Sterker nog, jij hebt daar misschien wel inzicht op gehad. Toen nog met die hartstilstand en zo. Dat zijn natuurlijk allemaal heftige processen. Dus wat gebeurt er? Wat gebeurt er voor mij? Dat is wat waarvan, laat ik zo zeggen, mijn ervaring
is dat alleen maar de energie die we zijn, het fysieke lichaam loslaat. Ja. Hey, ik zie bron als een hele grote octopus. Het brein is het collectief geheugen en dat heeft allemaal poten. En aan elke poot zitten allemaal onafhankelijke zuignappen. Dat zijn de mensen. Die doen, als je naar een octopus kijkt, elke zuignap heeft een soort van eigen dingetje. Die voelt en die pakt en die doet. En daar denkt hij niet over na, nee, wat nee, gebeurt nee. gewoon. En toch weet hij, ook daar zit een krab, daar ga ik dus niet meer naartoe in zo'n hol. En daar kan ik een vis vangen. Dus hij leert wel, maar niet de poot. Nee. En even om de analogie door te trekken. Mm-hmm. Even één zo'n zuignapje, die schuurt even weg. En er ontstaat weer een nieuw zuignapje. Een nieuw. Ja. Nou ja, ja. Ja, ik ben bronenergie die komt en gaat. Of die verbindt en me loslaat. Ja. Hè, mijn energie is niet anders dan die van jou. We zijn allemaal met elkaar verbonden op hetzelfde niveau. Alleen ja. we hebben een andere bestemming. Ja. En dan, nou ja, zullen nu meer mensen jou kennen als Brahma Menor in plaats van Wipma of whatever. Mm. Om het toch maar even bij een hoop te gooien. Dat lichaam, dat laat je achter. Mm-hmm. En je hebt al best wel, en dat vind ik mooi, dat je echt wel een soort missie hebt. Hoe wil je herinnerd worden? Ja, dat is een mooie vraag. Nou, weet je, ik vind het belangrijker dat mensen hun eigen ervaring hebben dan dat ze mij herinneren. En dat is al meestal wel gekoppeld aan wat ik geef, maar voor mij is het belangrijkste dat in alles wat ik doe, ik zie wat het met mensen doet. Dat raakt mij het meest. Het is niet de financiële voldoening, het is niet dat collectief, het fysieke lichaam reageert heel sterk op de processen die mensen zelf ondergaan. Als ik iemand zie openen of iemand zie loslaten, trauma zie loslaten, weet je, daar word ik het blijst van. Dat snap nee, ik snap dat jou los en dat dus, is siertje. Maar die mensen die gaan op hun beurt denken, oh man, jaren geleden ik las een boek of ik was bij hem in een weekend of. En wat? Ja. Ik geloof niet dat ik daar een antwoord op kan geven. Wat ik fijn zou vinden is dat ze het gevoel hebben dat ze er wat aan gehad hebben. Mooi man. Echt fascinerend, intrigerend, weet ik wat voor woorden allemaal te binnen schieten. Maar echt mooi wat je doet. En mag ik een applaus voor Brahma Menor.